Dag beste kijkers, dit is een aflevering van Los Week Nieuws van vrijdag 26 januari. Stijn is woedend. De gemeente heeft geen goed woord over voor Rijkswaterstaat. Het blijkt namelijk dat de brug in Urmond de afgelopen decennia zelden is gecontroleerd. Dit geldt zeker voor de onderkant van de brug. De brug in Urmond blijft nog zeker 5 jaar versmald. Tijdens deze gehele periode geldt een maximale belasting van 30 ton. Verkeerslichten zullen al die tijd het eenrichtingsverkeer regelen. Wethouder Danny Hendricks van DOS accepteert het standpunt van de Rijkswaterstaat niet en zal de problematiek bij het ministerie kenbaar maken. Dagelijks maken duizenden verkeersdeelnemers gebruik van deze brug. Ook de reconstructie van de Julianastraat en de Raadhuisstraat spelen een rol in dit geheel. Rijkswaterstaat heeft toegezegd een informatieavond voor omwonenden te houden. De veiling bij het IJsselroes in Elslo heeft €14.700 opgebracht voor Koningspop. De organiserende ondernemingsvereniging KIM vult dit aan tot 15.000. Met dat geld en de bijdrage van de vaste sponsoren kan het Popfestival op 7 juli voor de 36e keer gehouden worden. De organisatie is erg blij met het geld. Als dit jaar het festival met goed weer is gezind, kan de organisatie eens een reserve gaan opbouwen. Of het IJsselroes dit jaar een vervolg krijgt, hangt af van de evaluatie die de ondernemersvereniging met de gemeente heeft. Ook wordt onder de omwonenden enquête gehouden. Zo kunnen ze te weten komen of er bezwaren zijn tegen de voortzetting van dit initiatief. Wethouder Natasja Wingelaar van DOS heeft verteld dat van enkele honderden WMO-cliënten de persoonsgegevens op een publieke website hebben gestaan. Ondanks dat de gegevens moeilijk voor onbevoegden te zien waren, vindt Raad het Abroersma dit een ernstig voorval. Hij wil graag zo snel mogelijk uitleg over het incident en wil graag weten hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. De gemeente verwacht geen schadeclaims van gedupeerden, maar sluit dit ook niet uit. De gemeente heeft nog niet vernomen dat er misbruik is gemaakt van de gegevens. Mocht dit wel het geval zijn, dan kan de desbetreffende persoon rekenen op ondersteuning van de gemeente. Fractieleider Jacques Meijers vindt dit voorval uiterst slordig. Hij wil dan ook inzicht in het privacybeleid, de controles op de uitvoering en eventueel procedureregels indien er toch iets misgaat. Intern wordt er uitgezocht wat en waar precies is misgegaan. Met man en macht is er weer gewerkt aan decors, kostuums en allerlei attributen. Dit is natuurlijk voor de IJsselse Revue. Het thema dit jaar is de nu recruit. Lol maken is het allerbelangrijkste voor de spelersgroep. Het gaat om creativiteit, kameraadschap en gezelligheid. Als één grote familie wordt samen aan alles gewerkt. Al maanden werken tientallen vrijwilligers aan de voorbereidingen. Dit alles gebeurt in een loods in Catsop. Dit jaar zijn er nieuwe spelers en 2 nieuwe dansgroepen. Maar alles zal goed verlopen, denken ze bij de revue. De voorstellingen zijn op 6 en 27 januari en op 2 en 3 februari. De entree is de eerste avond €7,50 en alle volgende avonden €12,50. Zoals u eerder bij ons kon zien, wordt er op dit moment druk gewerkt aan de vis-, eenden- en roeivijver in het Steinerbos. De vissen zijn gevangen en nu is ook het water door het riool afgevoerd. Hermie Steijnen en Piet Hoebe spraken met de toezichthouder Rick Kisters over de stand van zaken op dit moment. Dames en heren, we bevinden ons op dit moment bij de visvijver van het Steinerbos. We hebben nu een poos geleden al laten zien dat de vissen verdwenen zijn. En we kunnen nu ook constateren, het water is ook verdwenen. Dat zijn al pas dingen die al klaar zijn. Nou, en als we dan stellen dat er al wat activiteiten zijn gebeurd, komen we bij Rick Kisters uit. En Rick, die kunnen we dan eens even gaan vragen wat we tot nu toe allemaal gedaan hebben. Ja, ik zei het al, vissen gebeurd, water eruit. Waar is dat water naartoe gegaan? Dat water hebben we het riool in gepompt en dat is onderweg naar de zuivering voor schoongemaakt te worden. En is dat zo kunnen afgevoerd worden dat daar geen vissen mee gingen en padden en noem maar op allemaal? Of hebben jullie dat kunnen regelen? Ja, nou die vuilwaterpomp korf die het vuil tegenhoudt. Dus bladeren worden tegenhouden en vissen en dieren. Ja.
Dus dat is dan aardig gelukt. Als we het nu constateren, dan zie ik eigenlijk van, ja, wat ik al zei, hè, water eruit, vissen weg, et cetera, et cetera. Ik zie een grote sliplaag. Mij valt de rommel nog mee. Ja, nou, het grootste gedeelte metaal is al een keer eerder afgevangen met het explosieve onderzoek. Dus wat dan aan gaat, is er bijna geen metaal meer aangetroffen. Het vuil wat er nu in zit, zullen tegels en dat soort zaken zijn. Het is nu dinsdag, je hebt me verteld woensdag, dan gaan we het slip eruit halen. Ja, vanaf morgen gaat die grote kraan die achter mij staat de vijver in. En dan gaat die beginnen met het slip bij elkaar trekken en de huidige beschoeiing slopen. Ja. Dan heb ik dus natuurlijk weer die volgende vraag, want dan haal je die slip bij elkaar, maar waar laat je die slip dan natuurlijk weer? Ja, die slip die wordt hier achter in depot gezet, in de vijver tijdelijk, zodat die kan uitlekken, dat vocht eruit kan gaan. En als dat voldoende is gebeurd, dan zal die afgevoerd worden. En waar gaat zoiets naartoe? Naar de eindverwerker, een slipverwerker. Een slipverwerker, ja, we hebben tegenwoordig van allerlei bedrijven natuurlijk. Hè. Zeg, en wat schat je, hoe lang gaat dat feestje duren voordat hier de slip eruit is? Ja, nou dat gaat toch wel een aantal weken duren voordat we dat allemaal bij elkaar hebben. Ja. Gelijk met het verwijderen van de slip gaan we ook beginnen met het opbouwen van een nieuwe vijver. Dus ja. Dat zal hand in hand met elkaar gaan. Ja, dus je haalt de slip eruit, je pakt ook de zijkant, zeg maar. Hè. Dat is ook niet meer bijzonder fraai, dat moet er ook natuurlijk helemaal uit. Dan hebben we natuurlijk nog aan de andere kant van het bruggetje, daar hebben we nog zeg maar de eendenvijver, zoals wij dat hier noemen. Wat gebeurt daarmee op dit moment? Op dit moment loopt daar de pomp. Daar zijn we nog bezig met leegpompen. En als dat in vergevorderd stadium is, dan zal daar nog de laatste vis afgevangen worden. En dan gaan hier dezelfde werkzaamheden gebeuren als in de grote vijver achter mij. Dus er moet toch nog een keer vis gevangen worden? Ja, daar zullen nog wat vissen in zitten en die gaan we afvangen. Ja. En de vogels enzovoorts moeten zichzelf zien te redden? Ja, die vinden vanzelf wel een nieuw plekje tijdelijk. Ja. Totdat de vijver weer klaar is en gevuld is, dan zullen ze weer terugkomen. Ja. En dan kom je natuurlijk op het punt dat die weer klaar is en gevuld is, want dan vraag ik natuurlijk van enig idee wanneer dat kan zijn? Nou, onze huidige planning ziet er zo uit dat het eind maart dat de vijvers klaar zijn. En dan moeten nog werkzaamheden aan de paden gebeuren. En dat zal ongeveer tot eind mei duren. Ja. Maar goed, dan heb je natuurlijk de vijver klaar. Er moet wel nog een partijtje water in. Hè? Ik bedoel, er moeten nog een paar liter in. Waar haal je dat vandaan? Nou, we hebben met WML afgesproken dat we twee vulpunten kunnen krijgen. En dan heeft het ongeveer een week nodig om allebei de vijvers te vullen. We zijn benieuwd wanneer de eerste druppel erin valt. Ik ook. Ja, dat wordt spannend. Goed, dankjewel heer. Niks te danken. Er zijn op dit moment diverse plannen omtrent het beheer van natuurgebied Het Broek. Het huidige knuppelpad is zwaar aan vervanging toe en zal in zijn geheel opnieuw worden opgebouwd. De ambitie is uitgesproken om een pad te maken met centraal in het gebied een platform waar een infopaneel op geplaatst zal worden. Aan het begin en einde van het pad komen mogelijk stapstenen om een overgang te creëren indien de bodem te drassig is. Het pad parallel in de beek wordt bekeken als het nieuwe knuppelpad er is. Half maart wil men het oude knuppelpad laten verwijderen en tevens het gebied maaien zodat het open structuur gehandhaafd blijft. Zullen u hier verder nog van op de hoogte houden. De reconstructie van het gebied Urmond-Oost is nog steeds in volle gang. Gelukkig zijn er al een aantal straten weer goed toegankelijk, zodat bewoners hun woningen als van ouds kunnen bereiken. Hier en daar worden de stoepen alweer schoongeveegd. Frans Stauffenberg en Nati Heijmans toonden bijgaande beelden en informeren u over de stand van zaken, nu het inmiddels eind januari is. We zijn hier weer in het project Urmond-Oost en we gaan eens kijken hoe de stand van zaken is. Hier zijn we al van voor de winter bezig met opnames van de renovatie van de hele wijk. Intussen is er een groot gedeelte klaar, maar zoals u ziet moet er nog het een en ander gebeuren. En we gaan u uitleggen wat hier aan de hand is en wat u nog van ons kunt verwachten. Lopend in de meest oostelijke richting van de Ruis de Berenbroeklaan zien we dat de enkele parkeervakken die men nog in aanleg had, intussen zijn gerealiseerd. Ook de trottoirs liggen er nu al afgewerkt bij. Boven in de Ruis de Berenbroeklaan ligt het mooi versierde huis van Nico III, prins van Urmond. Hij zal blij zijn dat zijn huis intussen ook weer goed bereikbaar is. Als we bijna aan het eind van het projectgebied zijn gearriveerd, lopen we nog even verder en bereiken we de Roosevaltstraat.
Hier kunnen we stellen dat het wegdek grotendeels klaar is, evenals de trottoirs. Mede door het slechte weer moeten de stoepen nog aangelegd worden. En zoals u kunt zien zijn aan de linkerkant van de Torbekkenstraat mensen bezig met het leggen van de trottoirtegels. En aan de rechterkant staan ze nog opgestapeld, ten teken dat deze nog allemaal gelegd gaan worden. We staan hier bij de Graat Heidelaan, die is opgebroken tot aan het Sint-Antoniusplein. Hier is zo te zien nog heel wat werk aan de winkel. Ter hoogte van het Sint-Antoniusplein wordt met zwaar materieel de oude asfaltlaag verwijderd en meteen afgevoerd. Oeps, spettertjes op de lens. Spulletjes snel inpakken en terug naar de studio. Amber Alert en Vermist Kind Alert zijn voortaan ook te zien in WhatsApp buurtpreventiegroepen. Beheerders van die groepen kunnen via de Amber Alert app onmiddellijk informatie over en foto's van vermiste of ontvoerde kinderen verder verspreiden in hun groepsapp. Het bereik van Amber Alerts, dat nu op 12 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar ligt, groeit door die stap opnieuw aanzienlijk. Meer informatie via Frank Hoen, oprichter Amber Alerts, op onderstaande telefoonnummers. Donderdag is bij werkzaamheden bij de rotonde in Urmond een waterleidingbreuk ontstaan. Het water stroomde in korte tijd over de straat. De overlast is beperkt gebleven tot de omwonenden van de rotonde. Al snel werden alle zeilen bijgezet om de breuk te verhelpen. Wel moesten de omwonenden rekening houden met een verlaging van de waterdruk. Inmiddels is het euvel verholpen. Dit was een aflevering van Losweek Nieuws. Bedankt voor het kijken.